er weer. Welkom. Zometeen gaan we weer verder spelen met Miitopia. Dat heb ik tot nu toe maar één keer gespeeld. En dat was ook meteen op stream. Dus we gaan daar zo meteen mee verder. En ik wilde eigenlijk het opstarten om even te kijken of ik misschien een leuke nieuwe look kon doen voor deze stream. Maar toen zag ik meteen, je hebt post. Dus ik denk, oké, ik ga niet verder. Want die post gaan we natuurlijk zo meteen op stream uitpakken. Zullen we anders maar gewoon gaan beginnen? Ik denk dat we gewoon gaan beginnen. Dat vind ik wel een goed idee. Oké, waar is mijn controller? Die is daar. Deuntje alleen al. Oké, dan doen we even zo. Oké, beste Kim, ik wilde je vertellen hoeveel ik van Nintendo hou, maar het past niet. Dus bezoek liever de officiële. Serieus, is dit de post? Ik dacht, ik krijg een superbelangrijke post. Maar ik krijg wel 3 game tickets. Dus dat is wel mooi. Oké. Ik wil even mijn Mii aanpassen. Daar. Oh, ik kan mezelf geheim maken. Oeh la la. Oké, ik vind het wel leuk om iets te veranderen. Het is wel heel kort, hè? Even kijken, ik had dit. Het is eigenlijk net iets te kort. Het is wat korter. Ja, dit klopt wel. Oké. Helemaal top. Leuke nieuwe look voor mijn Mii. Kijk, we hebben dus nu uitjes. We hebben eten. We hebben wel veel. Maar we hebben maar één keer eten. En ik zie meerdere die eten willen. Dus dat is een probleem. Chocorotje. Geen idee wie dat lekker vindt. Even kijken. Mijn afweer is 14. 13. 17. Jeetje, toch maar. Rosie 12. Rosie. Zo! Nou, het is wel goed dat we Rosie de kok hebben gemaakt. Die lust alles. Heerlijk. Oké. Ik wil ook nog eens geld uitgeven aan een banaan. Goud meer, maar we hebben uitjes. Een strandwandeling. Ja, Miipuki, wij gaan een strandwandeling doen. Oh, Miipuki en Sven gaan een strandwandeling doen. Oké. Ik dacht dat ze met mij zou gaan. Nou, dit ziet er wel heel leuk uit. Verdorie, ik wil een strandwandeling. Kijk, dat wordt leuk. Hup. Ah. Kijk, de laatste is heel goed. Twee keer zelfs, jeetje. Ze zijn nou niveau 3. En hebben samen indruk maken geleerd. Indruk maken brengt vijanden extra veel schade toe om indruk te maken op je vriend. En hebben samen ook waarschuwen geleerd. Waarschuw een vriend voor een aanval zodat deze soms kan ontwijken. Een souvenir. Waarom? Ik ga geen geld meer uitgeven aan die bananen. Ze verkrijgen het gewoon als souvenir. Oké, we hebben nog 2 uitjes. We hebben een bibliotheektripje. Ja, Rosie en ik. Gaan wij een bibliotheektripje doen. Zullen we naar de bibliotheek gaan? Ben ik iets vergeten? Let toch eens op Rosie! Een bibliotheek vol met boeken. Wauw, die moet ik allemaal lezen. Haha, succes daarmee. Zit ze daar nu? Kijk, we
Wij zijn niveau 2 en we hebben samen indruk maken geleerd. Oké, en we komen weer terug naar de herberg. En we hebben snoepjes. Oké, we hebben nog een uitje. Hoe verander ik de volgorde? Oh zo. Nee. Hè? Ik snap het niet. Zo, nee. Ik krijg alleen maar... Nou, die doen we de volgende ronde wel met een kamerwissel. Want ik weet niet hoe ik het zo kan wisselen. Oké. Het rad gaan we doen, hè. Een anti-aanbakpan. Nog een uitjesbon. Eten en een snoepje. Oké. Start! En we krijgen een MP-snoepje. Gefeliciteerd. Oké. Ja, dan gaan we wel nog een keer spelen. En we krijgen een chocorotje. Ja, we hebben wel altijd... Oh, we krijgen 3. Kijk eens aan, joh. Ja, we willen dan nog wel een keer spelen. En nu krijgen we weer een uitjesbon. Ja. Geen wapen erbij. Alleen andere dingetjes. Hoppatee. Nee, we kunnen niet nog een keer spelen, want mijn game tickets zijn op. Oké, nou we hebben dus weer... Oeh. We hebben dus weer eten. Waarom staat er bij Rosie een vraagteken? Die vond ze net toch zo lekker? Nou, Rosie heeft al gehad. Nu doen we het bij mij. Oh. Geen chocorotje voor mij. Kijk mij ook zo. Nee. Ik wil hem niet. Ik wil hem niet. Oh, Sven ook niet. Oh, Meepucky voelt het lekker. Nou, we hebben geen eten meer. Was het eten alweer op? Nou, we gaan op pad. Ja, allemaal. That's right. Pierre, 10 keer. 10 keer. Uitroepteken. Vlag in de chat. Ondertussen moet ik daar zijn, blijkbaar. Oh, ja, dat zijn hier bij die poppetjes, hè? Oh ja, we hadden zijn gezicht gered. Oh, ik krijg weer goud. Yes. Garfield, haal je gezicht. Hoppatee. Goed, en nu? Mijn gezicht, ik heb het terug. Ja. Ach, ik heb verkeerde vrienden. Maar jij bent niet verkeerd, dankjewel Garfield. Je hebt wel een kleinigheidje verdiend. Goud, kijk, hop. 10. Nou zeg. Vond Jill aardiger, want toen we het gezicht van Tessellate gingen terughalen, kregen we 300 goud. Nou, ik krijg maar 10. Beetje teleurstellend dit. Zo. Bij de vlaggetjes is al, ben je klaar, toch? Laten we dit proberen. Het heeft een rolstipje. Het wonderwoud. We gaan. Rosie voelt zich geweldig. En ik ken het maar al te goed. Sven voelt zich als herboren. En Dagmar zegt dat zal dan wel. Oh jee. Er schuilt iets in het gras. Wat zou het zijn? Oeh, gaan we het onderzoeken?
Of gaan we het negeren? We gaan het uiteraard onderzoeken. Het is een katje, nee! Hier, poes, poes. Oeh. Vind ik wel heel grappig dat juist Dagmar die dan vindt. En dan zegt ze tegen Roosje, goed gedaan, Roosje. Vertel dat maar niet aan Sven. Wat heeft Sven tegen katten? Nou, dan laten we gewoon links gaan als eerst. Nou wil Dagmar een kat. En Roosje zegt inderdaad. Oh jee. Een gnoom en een vrolijke zwam. Sven is aan de beurt. Hoppatee. Ik ben aan de beurt. Fire. Zo, thee eraf. Oh, Roos, ik krijg een klap. Jee, dat is één, Dagmar. Dat is twee, klaar. Teamie Pukkie heeft gewonnen. Wat is dat nou weer? Mijn team. Volgende. Sharon gaat even knuffelen met haar hondje. Kijk, we hebben een champignonschotel. We hebben een zwam verslaan en we kunnen nu een champignonschotel eten. En we hebben een gnoonham weer verdiend en wat goud. Laten we genieten van de kleine overwinningen. Oh, wordt weer aangevallen. Twee van die zwammen. Sven sloopt zich uit voor Dagmar. Ja, ik kan er nog wel eentje doen. Eer! Rosie is aan de beurt. Hoppatee. Ah, Dagmar sloopt zich voor mij uit. En nou kijkt Sven de andere kant op. Oh. Hoppatee. Team Sven heeft gewonnen. Ik heb maar een paar blauwe plekken. Oh. Oeh, kijk, Sven is niveau omhoog. En we hebben nog een champignons. Waarom krijg ik nu maar één champignonschotel? Net kreeg ik ook één champignonschotel toen we één zo'n vrolijke zwam hadden verslagen. Nu hebben we twee vrolijke zwammen verslagen. Ik wil nu twee. We zitten elke keer te zeuren om eten. Oh, Dagmar is er klaar voor. Waarvoor? Weer een splitsing. Nou gaan we weer naar links dan. Kom maar op monsters. Rosie, voorzichtig waar je voor wenst. Een kist. Ja, die gaan we openmaken. Een MP-snoepje. Oh, Dagmar. Net zei ze, ik wil een kat. En nu zegt ze, ik mis mijn kat. Roos heeft er zin in, helemaal huppelen. Oh, Dagmar sterft van de honger. Roosie ook. Jam, jam, jam. Wat ben je aan het eten? Oh, zit ik stiekem iets te eten? Nee hoor, ik doe alleen maar alsof ik eet. Als ik dit lang genoeg doe, dan denkt mijn maag dat hij vol zit. Is dat de truc om af te vallen? Oh, nee. Rosie moet huilen. Hopelijk houdt ze het nog vol tot we straks te eten krijgen in de herberg. Zo sneu. Oeh. We hebben de herberg gevonden, jongens. Woehoe. Oeh. Je hebt 10 verschillende voedingsmiddelen gevonden. Oeh. Oké, krijg gewoon een prijs. Nou, we voelen ons allemaal weer happy. Even kijken, voor team zorgen. Dagmar heeft 3 met Sven, 2 met mij. Als we even Rosie daar neerzetten. Wat is Dagmar's verband met Rosie? Geen idee. Maar dan kom ik daar. Eten, hè? We willen eten. Oké. Geen idee wie dit lekker vindt.
Nou, Rosie die was verdrietig, want die had honger. En die is erg tevreden. Kijk, de aanval is omhoog. Ik hou van champignons, dus ik wil wel een champignon. Ik voel het lekker, kijk. En dan geef ik die aan Dagmar. Want die had ook honger. En die vindt het ook lekker. Toen is het eten alweer op. Echt, waarom krijg je de hele tijd niet genoeg eten? Voor het hele team, het is zo sneu. Maar we hebben ook uitjes. Bioscoopbezoekje. Nou, dan gaan Rosie en Dagmar naar de bioscoop. Laten we het rustig aan doen, oké? In een bioscoop zit je alleen maar op een stoel naar een film te kijken. Hoe rustig aan wil je het doen? Oké. Wat voor film is dit eigenlijk? Een misdaadthriller. De detective lost allerlei mysterieuze misdaden op. Oh, kijk, Rosie boos worden. Oh, en nu... Wat? Die gezicht is. Dagmar nou in slaap gevallen of hoe zit dit? Had ik dit goed zelf in de film kunnen gaan? Oh, opeens snapt Rosie het. Wat snap je? Miepukkie? Jij was de dader! Maar ze houdt wel meer van Dagmar nu. Kijk, twee bananen erbij. En dan gaan ze... Oh, wij mogen ook in de bioscoop. Gezellig. Als ze nou horror krijgen of zo, hoor, daar word ik niet gelukkig van. Oh, bibliotheek. Ik las het verkeerd. We mogen niet naar de bioscoop. Het spijt me. Wat een leuke outfit. Het spijt me. Gaan we weer. Oh, word ik nou het oude omaatje? Ik snap het. Oh, echt. Ik kan niet in stilte lezen, hè? Kippels heeft pret! Oh, kijk, twee niveaus omhoog. Lekker. Niveau 5. Vinden elkaar oké. We hebben troosten geleerd. Troost een vriend als deze geraakt is. Waar doet het pijn? En we hebben complimentjes geven geleerd. Geef je vriend complimentjes. Zie je wel, ik wist dat je het kon. Dit is zo'n schattig spel. En snoepjes erbij. Oké. We gaan op pad. Allemaal. Yes. Oh, ik heb met Sven wel een hele hoge band. Dus ik moet even zorgen dat hij dan in een andere kamer komt. Iemand in je team heeft relatieniveau 4 bereikt. Ja, dat zijn Sven en ik. Ja, ik kan weer daarheen. Maar volgens mij heb ik op andere plekken ook nog niet eens alles gehad. Bedenk ik me nu. Ik weet niet of er een volgorde is hoe je dit moet spelen. Hier kan ik niks doen. Dat is de beginnervlak dus. Hier kan ik ook niks doen. Maar hier zie ik geen... Oh, kijk. Hier hebben we ook nog niet alles afgemaakt. Ah. We gaan. Er zit een steentje in Dagmar's schoen. Maar je hebt wel een goede bui. Twee vlinders. Oh, rotsbot. Die geluidjes ook. Kijk, hoppatee, in één keer. Pak aan. Oh, Sven, de voorzichtige dief, pakt de ander. Hoppatee. Team Kimpels heeft gewonnen. Perfect. Kijk, nou ben ik een niveau omhoog. Ik heb bliksem geleerd. Oh, oké. En we hebben vlinderhoning. Ja, dan moeten we hier... Ik val om. Dag maar eens lekker vrolijk aan tippelen.
Kijk, hier moeten we dan naar links, want we hebben links dus nog... Oh, dat is de moeilijke weg. Nee! Nou, ik heb wel bliksem geleerd. Valdrol 3. Dat vind ik niet zo goed. Oké, de moeilijke weg. Hoe goed gaan we dit doen? Sven gaat eerst voorzichtig... Ga de moeilijke weg doen en Sven gaat voorzichtig aanvallen. Ja, ik wil die bliksem, tuurlijk! Nieuwe vaardigheid, bliksem! Oh, die daarnaast werd ook gepakt! Hoppatee! Zo, ik ben geklapt terug. Oh, hallo! Yes! Weer één eraan. Nu gaat Sven. Kijk eens aan! Lekker bezig. Ik maakte me even zorgen. En goud verdiend. Lekker. We zijn er bijna. Oh, Rosie zegt ik moet denken. Nee, ze denkt het. Ik moet beter zijn dan Sven. Schatkist. Schatkist. Kijk, lekker. Dit hadden we even nodig. Even veel goud. Even kijken. Lianne zegt, tip voor een bliksem. Pak de middelste, want dan pak je die andere twee ook een beetje. Ja, ik zat dat net al te denken van... Die rechter werd ook gepakt. Ik had hem eentje in het midden moeten pakken. Maar goed dat je het ook zegt, dat het dus echt klopt. Rosie en Dagmar hebben relatie verbeterd. Ze zijn nu kennissen. Het lastige alleen is als ik Rosie en Dagmar hun relatie telkens wil laten verbeteren... Dat ze bij elkaar in de kamer moeten. Maar Sven en mijn relatie is al zo hoog. Dus we gaan toch even splitsen. Ik ga naar boven. Dagmar komt bij mij. En Rosie gaat bij Sven. Zo. Oké, we hebben maar één keer eten. Dat is wel een beetje sneu. Ja, Sven vindt dit lekker. Dus dan weten we 100% zeker dat we hier heel veel punten uit kunnen scoren. En zijn maag is leeg. Dus Sven, alsjeblieft. Hij is helemaal blij. En we kunnen ook wel goud uitgeven. Rosie wil die pan hebben. Hier, dit geld. Kijk, ze heeft de anti-aanbakpan gekocht. Ja, alsjeblieft. Het matcht niet qua kleur. Maar deze ziet er wel groter uit dan die ander natuurlijk. Wat wil ik? Een koperen toverstaf. Maar daar hebben we niet genoeg voor. Oké, dan stop ik even met uitgeven. En dan gaan we weer op pad. Oké, die hebben we dus nu klaar. Ik weet niet wat de logische volgorde is. Moeten we eerst naar het kasteel? Of is dat een heel nieuw gebied? Zullen we eerst maar gewoon verder gaan in het woud dan? We gaan! We zijn net gelopen. Ik zeg ook, we gaan. En dan, ik heb geen zin meer. En ik wil eten. Ja, we zijn nog steeds niet buiten gevaar. Oh jee, dat is het gezicht. Wat was dat? Een soort van Pikachu-achtige muis. De Lizzie Games muis. Oké, Sven is als eerst. Oké, dan wil ik nu die bliksem doen. Die komt dan op Lizzie, want die andere twee staan er dan mooi naast. Hoppatee! Yes! Rosie is aan de beurt. Ga even slaan met je nieuwe pan. Oh, die doet niks. Wat gebeurt er nou? Schuilplek verworven, oké. Kracht van de schuilplek. Een speciaal plekje waar een mee die een beetje van slag is kan herstellen. Ho ho ho. Gedraagt een mee zich nogal vreemd? Het kan even duren voordat hij weer de oude is. Gebruik de schuilplek om dit proces te versnellen. Als bonus worden
zelfs je HP en MP een beetje verhoogt. Maar vergeet niet dat een Mii in de rustzone niet kan deelnemen aan gevechten. Oh. Houd daar rekening mee. Ho, ho, ho. Ja, ik moet wel. Kijk mij, ik ben helemaal van slag. Heb ik aan die zwammen zitten eten of zo? Kim lacht niet meer. Oké. Okay. Moment geduld. Ik kan uit mijn schuilplek. Oh, wacht. Ik eruit, want het nou is... Oeh. Roosje, er ding is laag. Ga jij maar naar de schuilplek dan. Roosje, er even uit. Toch maar eet een banaan. Ja, hallo. Sven eet ook een banaan. Ja, je krijgt gewoon nog een keer die bliksem op je bakkers. Alsjeblieft. Hoppatee. Kijk, één zwam weg. Dat is wel fijn. En die is klaar. Het gezicht van Lizzie is gered. Echt cool. Team Kimpuls heeft gewonnen. Haha. Is het al voorbij? Roosje is je niveau omhoog. Heeft geflambeerd toetje geleerd. Ja, de muis is ook down. Geef een vijand ervan langs met de gloeiende pan. Bonus ervaringspunten. Ja, dat geef ik aan mezelf. Champignonschotel en een muizensnack hebben we gekregen. Oh, die muizensnack is nog zeldzaam ook. Je hebt een herberg gevonden. Jeehee! Oké. Okay. Al onze HP wordt weer aangevuld. Een MP. We gaan verder spelen. Tuurlijk. Dacht maar, ik zit zo chill. En ik klik op verder spelen en allebei die ogen zo. Wat? Wat? Verder spelen? Oké, okay, eten. We hebben een muizensnack. Oh, ik hou nog van kaas. Ik ben erg tevreden. Oh, mijn snelheid is ook omhoog. En we hebben een champignonschotel. Nou, Sven. Oh. Sven vindt de champignonschotel niet zo lekker. Oké. Okay. Ja, ik heb wel goud, maar ik wil het even bewaren voor de toverstaf. Dus we gaan maar weer op pad. Ik wil die koper toverstaf hebben. Oh, kijk. We kunnen het gezicht terugbrengen. Krijgen we weer goud. Ka-ching, ka-ching. Oké, Lizzie, waar sta je? Dat was een van het verliefde setje, toch? Ja, hier. En pak hem. Pak hem. Pak hem. Hoppatee. Wat een fel licht. Hoeveel krijgen we nu? Het verliefde stel Mr. Bean en Lizzie Games. Ja. Lizzie heeft haar gezicht weer terug. En dat allemaal dankzij deze avonturierster. Bedankt. Je hebt 3 game tickets gekregen. Dat ziet er goed uit. Nog beter dan ik me kon herinneren. Ik had verwacht goud. Maar game tickets kunnen ook al dingetjes mee winnen. Oké, nou, dan gaan we weer verder. Hè. Volgens mij hebben iedereen al qua gezicht geholpen hier. Ik weet het niet eens meer. Hier moesten we nog de andere kant op. Wat heb ik lekker geslapen. Het mag hier wel wat spannender. Rosie, zeg dat nou niet.
Zeg dat nou niet. Oh, toch maar even buikpijn. Oké. Okay. Nou ja, dan kiezen we nu die weg. Jaha, ik voel me top. Dat is fijn. Een schatkist. Wat krijgen we? 120 goud. Yes! Ik kan mijn toverstok straks kopen. Oh, dan komen we weer naar boven uit. Oké. Okay. Oh, we worden aangevallen. Twee van die zwammen. Voorzichtig. Even de warming up. Flex hem. Bam. Kijk, dat is één. Die pukje sloopt zich uit. Ja, Sven, pak hem. Ja, dat is twee. Hoppatee. We hebben gewonnen. En Mini Cool Doggy, dankjewel voor het volgen. Welkom. Kijk. Dag maar, gaat mijn niveau omhoog? Maar één champignonschotel. We zijn met vier. Ik moet vier mensen voeren. We stappen stevig door. En we gaan ervoor. Top. We zijn wel een vrolijk team zo, hè? Met al dat gezin. Gezang. Welke weg kies je? Nou die, want die hebben we ook nog niet gehad. Oh, er zit een gat in de schoen van Sven. Hou op met zeuren! Oké, okay, tot zover het vrolijke team. Een mot en twee zwammen. De genade... Nou, daar ging de eerste al. Eerste keer geholpen. Complimentjes geven. Je bent zo cool, Sven. ik heb nog 10. Ja, we kunnen er wel eentje doen. Op 2. Nou. Dag maar, kijk de andere kant op. Sven zegt, kijk uit. Roosje geeft een klap met de pan. En dag maar. Gaat haar nieuwe vaardigheid doen, een sprongslag. Bam. Sven kan de hele wereld aan. Hey ho. Kijk. Het is de hele tijd Team Sven of Team Kim. We hebben gewonnen, zeker. Kijk. Champignonschotel en een zeldzame champignonschotel. Maar we hebben nou eten voor 3. Ik kan de hele wereld aan. Weet je dat zeker? Thanks voor je support, hè, Dagmar. We zijn weer bij de herberg. Oké. Okay. Zo. Ja, ik denk dat ik de kamers wel zo laat. Dus ik en Sven zijn 5. Sven en Dagmar zijn 3. Ik en Rosie zijn 2. Rosie en Dagmar zijn 2. Het probleem alleen is... oh kijk, hier kan ik het ook zien. Dat ik wil ook combinaties maken met Dagmar en... Wacht, we kunnen wel dit doen. Zetten we Sven nu daarbij. En dan zetten we mij en Rosie nu bij elkaar. Beetje wisselen zo. Oké, eten. We hebben... De nieuwe champignonschotel met een ster. Nou, ik hou oprecht van champignons, dus ik hoop dat ik dit lekker vind. Blijkbaar niet. Dan hebben we deze champignonschotel. Nou, Sven wil hem niet. Dan krijgt Dagmar er één. Die vindt het lekker, maar dat wisten we al, dus dat is mooi. En Rosie. Oh, die vindt het ook niet zo lekker. En toen was het eten op. Gaan we ooit genoeg krijgen voor iedereen? Oh ja, oh ja, oh ja, ik wil mijn staf. Ik wil mijn staf. Een koperen toverstaf.
Oeh. Hoe zie je? Ja, deze ziet er natuurlijk wel een stukje fancier uit, hè? Hoppatee. Hoi Pinky, welkom. Ja, ik weet niet of we... Nee, 210. Wat wil Sven? Ook 210. En Dagmar, 310. Ja, daar hebben we geen geld voor. We gaan op pad. Zo. Oké. We hebben de grot. En we hebben het kasteel. Want hier hebben we alles al geopend. Ik zie bij het kasteel wel een schatkistje staan. Dus we gaan daar even heen. Serieus soldaat Mario. Je nadert slot Recruton. Helaas mag ik geen onbevoegd personeel het slot binnenlaten. Ik ben bang dat je zult moeten omkeren. Oh, hier kunnen we nog niet naartoe. Oké, nou. Kijk mij ook echt zo terug. Weglopen. Er is weinig keuze, dus we moeten hierheen. We moeten hierheen. De grot in. De riviergrotten. Oh, dat geluid ook, alsof je echt in een grot bent. Alles prima. Tijd om wat buiten te maken. Nou, dat inderdaad. We zijn een geweldig team. Dat ook. Wat voor monster zit er in de riviergrotten? Oh. Is het tijd voor Splatoon, jongens? Banshee A, B en C. Sven is aan de beurt. Sven, verpest het nou een keer niet. Ja, want ik wil de middelste pakken met bliksem. Ja. Hoppatee. Rosie pakt een nieuwe vaardigheid. Oeh, de geflambeerde toetje. Kijk, dat is één. Ja, hallo. Oeh, hiermee ben ik veilig. Wat deed hij nou weer? Oké, bliksem weer. Ah, die ander staat er te ver van af. Het werkt. Sven's verdediging werkt. Oh. Oh. Giga Cactuar. Dankjewel voor je raid. Welkom. We zijn ondertussen aan het vechten in de riviergrotten in Mythopia. Verrukkelijk. Oh. Ondertussen zit ik wel te huilen in het spel. Ik mag niet meevechten. Oh, ik neem een snoepje. Huilen houdt alleen niet op. Rosie maakt haar eigen recept. Ik begin me een beetje zorgen te maken, want het gevecht duurt lang. Die Pukkie is aan de beurt. Sprongslag. Hoppatee. Ik haal niet meer. Hé. Hey. Oké. Okay. Vuur. Ik sloop me uit. En we hebben het gered. Hoppatee. Oké, okay, nou, thanks voor je raid. Oh, je hebt ook Mythopia gespeeld. Oh, leuk. Leuk. Ik krijg wel een clipje van iets anders nu. Oh, ik ken dat spel niet. Oh, ik zou er helemaal zenuwachtig van worden als mensen achter je aankomen of zo. Maar als je dus dat spel, welk spel dat ook was, of als je ook Mythopia wil zien, kan je dus ook Giga Cactuar volgen. En dan gaan wij ondertussen verder. Banshee tranen. En waar zijn mijn kimpels tranen? Als ze toch geen eten tekort hebben, dan kan ik ook wel die gebruiken. Oh jee. Ja, ik zie schatkist boven. Tuurlijk ga ik naar boven. Ik wil die schatkist. Laten we genieten van de kleine overwinningen. Ik.
Dagmar heeft de hik. Gaan we haar laten schrikken? Dit kan of heel goed uitpakken dat de hik ophoudt en dat ze het leuk vindt. Of dit kan zo uitpakken dat we een map terugkrijgen of zo, hè? We gaan haar laten schrikken. Oké. Kom op, team. Gaan we überhaupt een herberg vinden hier in die grot? Oh, nee. Oké. Sven is aan de beurt. Voorzichtig. Even, die is nog niet zo... Ik ben nog niet zo ver. De middelste. Bam. Nou, Rosie. Oh, nee. Dagmar. De eerste energie kan... aanmoedigen. Kom op, Rosie. Je kunt het. Heel dansje erbij. Ah, ze kreeg er MP voor. Eigen recept. Tas toe. Jam, jam. Ah, kijk. Bij mij gaat het ook omhoog. Oei. Wacht. Ik wil Dagmar in de schuilplek zetten. Oh. Ze krijgt een banaan van Sven. Ja, gaan we nou nog... Maar ze heeft ook wel drie... hoe heet het? Drie... Van die blauwe bal. Oké. Stapelhok is aan de beurt. Dan gaat Sven. Ja, het is wel een beetje vervelend dat hij als voorzichtige dief moet hij eerst elke keer voorbereiden. Ik kan alleen nog vuur doen. Hop, 12 eraf. Hey ho! Kijk, 2 tegelijk. Lekker, Sven. Je bent zo cool, Sven. Ja, Dagmar is ook weer beter. Nee, nee, nee. Dat wilde ik niet. Oh, nee. Dagmar eruit. Maar als ik zo mijn eigen MP zie, of HP... Ik weet niet welke kleur welke is. Het is wel verstandig om mij daarin te zetten. Sven kan de hele wereld aan. Oeh, ik rust even uit. Gaat er iets omhoog? En we hebben het gered. Je merkt wel dat hoe verder je komt, dat de gevechten wel wat moeilijker worden. Nog meer Basje-tranen. En lekker veel goud. Ik heb het geklipt dat Sven Dagmar laat schrikken. Thanks, Lionne. Dat is echt top. En we hebben post. Beste Kimpuls, ik ben het. De burgemeester. Brr, brr. Ik tril helemaal van Fishy Kids. Hey, 4 uitjesbonnen. Nice. We hebben al 50 mensen gered. We krijgen meer HP-strooisel. Dat gaat van 20 naar 25. Ho, ho, ho. De dankbaarheid van de inwoners heeft een nieuwe kracht in je gewekt. Jij geeft de bevolking van Mythopia weer hoop. Zo, nu mag je weer verschrikkelijke monsters gaan verslaan. Oh, en de volgende bonus ontvang je als 100 inwoners hebt gered. Oké. Aan de slag, ho, ho, ho. Kijk, alles weer lekker omhoog. Eten. Nou, die Basje-tranen. Ik wil het wel proberen. Oh. Ik vond het niet een klein beetje vies. Nee, ik vind het vreselijk. Ja, iedereen heeft... Je hebt 1, je hebt 6. Roosje hebt 6. Nou, geef aan Dagmar. Dagmar vond het lekker. Kijk. We hebben geen eten meer. Het is alweer op. Spelletjes. Nou, we gaan weer een trap doen. We kunnen Gnoonham krijgen, HP-banaan, een vakantiebon en kleding. Oké. En we krijgen een vakantiebon. Oeh.
vakantiebon gewonnen voor een luxe vakantie voor 2 personen. Wie krijgt de vakantiebon? Ik, tuurlijk. Paspoort, geld, schoon ondergoed, selfie stick. Kom, we gaan op reis. Kijk, Roosje en ik gaan samen op vakantie. Oh! Vuurwerk en een kermis. En ik zie palmboompjes. Ze hebben samen genoten van een fijne reis. Kijk mij enthousiast zijn, hallo. Wat een geweldige reis. De beste vakantie ooit. Kijk op. 1 niveau omhoog, 2 niveaus omhoog. Nu zijn we niveau 4. Vinden elkaar oké. Okay. En we hebben waarschuwen geleerd. Waarschuw vriend voor een aanval, zodat deze die soms kan ontwijken. En we hebben troosten geleerd. Troost de vriend als deze geraakt is. Waar doet het pijn? Ja, ik wil nog een keer spelen. Die heeft te veel suiker op. Nou echt, hè? Ik denk dat het kleding wordt. Ja, we hebben kleding. Kantenkleding. We hebben gewonnen. Kantenkleding. Hé. Hey. Aan Rosie denk ik dan, hè? Even kijken. Dan gaat ze van 15 naar 19. Komt die in haar kleur? Dus groenig. Oh, daar die laatste. Hoppatee. Ik doe niet nog een keer spelen, want die kantenkleding ding was heel veel. Dus we wachten even één potje, kijken wat we er voor de rest nog uitkrijgen. We hebben ook nog uitjes. Kijk, 2 bioscoopbezoekjes. Dus Sven en Dagmar mogen een keer naar de film. En dan gaan Rosie en ik een keer naar de film. Het is een hele vreemde plek voor een bioscoop. In de riviergrotten naar de bioscoop. Fidaladi. Je kunt geen film kijken zonder popcorn. Lekker. De film begint zo. Dagmar heeft de popcorn al op voordat de film begint, volgens mij. Oh, dat valt nog mee. Ja, hallo Sven. Ik geef geen uitjesbon aan je om vervolgens te gaan lopen pitten in de film, hè? God, dat was goed. Ja, in je dromen zeker. Ik ben dol op popcorn. Kijk, die bak van Dagmar is leeg. Van Sven zit nog in. Ja. Niveau 4 vinden elkaar. Oké, nu kunnen hun ook troosten. Hop, 2 NP-snoepjes erbij. Nou, Rosie en ik, wij gaan ook naar de film. Zo. Kom, laten we naar de bioscoop gaan. Kippels, hoe gaat het? Oh, wat lief dat je dat vraagt, Rosie. Maar ik reageer volgens waar hebben we het over? Wat voor film is dit? Een actiefilm, oké. Okay. Oeh, spannend. Waar is mijn popcorn? Ik wil ook popcorn. Oh, nou val ik in slaap. Wat is dit nou? Dat was zo gaaf. Absoluut. Zou die held zich bij ons team willen aansluiten? En we hebben een snoepje. De andere uitjes bewaar ik dan voor een andere keer. We hebben ook nog goud. Even kijken, Dagmar wilde een duur pakje. Hier. Hoppatee, de koperen uitrusting. Oké. Okay. Kunnen die? En hoe ziet die eruit in het geel? Ja.
Ja, laten we maar dragen. Rosie vindt het spannend. Ja, prachtig toch? Oké. Hoe zit het met de banden van het team? Ik en Sven zitten op 5 en Sven en Dagmar zitten op 4. Zal ik dan Sven en Roos weer bij elkaar zetten? Want hoe hoog zitten jullie? Waarom kan ik dit niet goed zien? Hallo Sven, wat is jouw band met Rosie? Van Dagmar heeft 2 met Rosie, 2 met mij en 2 met Sven. Ik heb 5 met Sven, 2 met Dagmar en 4 met Rosie. Dus is het goed dat ik en Dagmar bij elkaar zitten, want dat is het laagst. Misschien hebben Rosie en Sven nog helemaal geen band. Dat er daarom geen hartje bij zit. Dan is dit de perfecte indeling dan, denk ik. Oké, op pad. Oh ja, inderdaad. Er loopt nog geen hartje van Sven naar Rosie. Je hebt 70 verschillende liedjes beluisterd. Ik krijg allemaal prijzen. Oké. We gaan. Geef me die kist. Schiet op. Vertel dat maar niet aan Meepukkie. Maar Meepukkie zei zelf schiet op. Wat krijgen we? Oh, 280 goud. Lekker. Oké. Ah, wat heb ik lekker geslapen. Dat vindt Roosje niet zo goed. Nog een kist. Deze is heel groot. Een stippenuitrusting. Bij wie hoort die? Oh, Meepukkie heeft het voorwerp. Ze hebben net een nieuw pakje gekregen. Ja, jongens. Ik weet alleen niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Zullen we laten wel haar alleen het effect dragen? Want het ziet er niet uit. Je hebt een herb. We hebben allemaal niet gevochten. Dat betekent dat we ook geen eten meer verdiend. Ja, hallo. Je hebt 5 soorten wapenuitrustingen verzameld. De favoriete kleding van strijkers. Hey, leuk al die prijzen, maar... er zit geen beloning aan vast. Oké. Ja, ik vind dit wel een mooi moment. Dit keer wil ik Knockout City spelen. Dat is een spel dat ik al een tijdje erop heb staan. En ik heb 1 keer bij Jessie meegedaan. Maar ik heb het zelf nog niet gestreamd. En ik heb al, wat is het? Zo'n 2-3 weken er ook even niet meer mee gespeeld. Dus het lijkt me leuk. We gaan van mappen in Meetopia. Gaan we naar mappen in Trefbal. Lekker mappen, mappen, mappen. Zo. En ik vind het wel grappig dat ik dit spel leuk vind. Want ik had echt een jeugdtrauma aan Trefbal. Dus dat ik dit een leuk spel vind. En ik denk, oké. Okay. En IE natuurlijk nog bedankt. Kom dan, kom dan, kom dan. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, daar komt hij. Let me play. Oké. Okay. Er zijn dus allerlei dingen geüpdate. Waar ik dus helemaal geen verstand van heb. Want de laatste keer dat ik het speelde was toen het echt nieuw was. Dus ik ben benieuwd. Waarschijnlijk zijn er ook heel veel mensen heel goed geworden en ik niet. Oké. Okay. Even kijken hoor. Gooi je ook alweer een bal. Zo ja. Ja, oké. Okay. Moest het even er weer inkomen. Play a match. En dan mocht je bij mij in de crew willen komen, dan moet je me even zoeken. Je kan me toevoegen, ik heet hier ook Kimpuls. Of de mensen het spel ook hebben. Ja, play. Street play, want kijk hoor. Kijk, ja, dit is dan mijn crew. De pulsies. Dus als je erbij wil, kom er gezellig bij. Zo.
Ja, we zijn op dit moment aan het zoeken om te kijken of er een match is. Dus er moeten nog 5 andere mensen... Kijk, match found. Top. Daar gaan we. En ik heb dit echt al een paar weken niet meer gespeeld. Dus dit wordt wat. We spelen met Sully, Rosimanga, Thailand, Cherry105 en New Pablo. Je kan alleen hun levels niet zien, zo te zien. Ik zit in team blauw. Hey Annette! Zo. Ja, voice chat op. Oh, nieuw Pablo, is die er nou uitgestapt? Oh, dat is zo sneu, want dan zijn wij met 3 en de tegenpartij met 2. Oh, deze baan heb ik nog niet gehad. Deze is nieuw. En een bombal. Oh jee. Oké, ik heb een beetje medelijden met dit team, want ze moeten nu met z'n 2 tegen ons. Oké, gaan wij dit kunnen? Oh ja, pak hem maar weer voor mijn neus. Team KO. Round 1. Waar. Geef me een bal. Oh, er wordt hier al gevochten. Waar is iedereen? Daar. Oh, ik heb dit zo niet meer in mijn vingers. Wat is dit? Oeh, ik had hem gevangen. Yes! Oh, nee, kak! Gold team takes the lead. Zo. Heerlijk. It's all tied up. Oeh, ik had hem. Ik had hem. Heerlijk. Oké, waar is iedereen? Oeh, daar. Ah, kak. Ik had een bal in mijn handen. Ik kon hem niet pakken. Hoezo staat zij voor? Misschien is het wel eerlijk dat het 3 tegen 2 is, aangezien ik echt een dikke noob voel nu. Oké. Okay. Oh, wat. Oh, daar komt de trein aan. Oh, oké. Okay. Oh! Oh, dat was de bombal die ik in mijn hand had. Oké, good to know. Oh, dat was dom. Nee. Zoals ik al zei, dat was dom. We staan ook echt dik achter. Hè? We hebben maar 1 kill gemaakt. En hun hebben nu al 6 kills gemaakt. Oké, ligt er hier ergens een bal? Ja. Oh, dat is zo'n bombal. Die moet ergens heen. Alleen het irritant is als je hem laat, dan... Ik hoor wat. Nou, dat is iemand van mijn team. Ah, nee! Kak, ik ben gezien. Daarachter. Ja, die heb ik. Oeh! Ah! Ze gingen met z'n 2 tegelijk op mij. Dat is... We gaan deze... Hallo, het was de bedoeling dat we deze met een eitje zouden winnen, ja? Ik ben in ieder geval niet de enige die slecht is in mijn team. Dus dat is een fijne, geruststellende gedachte. Oh, kak. Round board, go team. Ja, die had ik. Nee! Gold team wins. Nou, daar gingen... Oh, er is wel iemand bijgekomen. Ze waren wel met z'n 3. Dit ging niet zo lekker. Als ze de volgende verliezen, dan hebben we het gewoon meteen al verloren. Oh, wat? Oh, ik heb die andere speler in mijn handen nu. Oh jee. Waar is... Daar.
Ik zie een bal. Ik zie een bal. Oh, dat is een bobbal. Dan moet ik wel iemand zien voordat ik hem pak. Oh. Die andere teamlid denkt nu ook, wat is dit voor een noob? Die bomballen gaan zo snel af. Dat is het kakken. Oeh, hij was gepakt. Yes. Waar is die bal? Hier. Niet voor de trein gaan lopen. Dat is een domme actie. It's all tied up. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh, bal, bal, bal. Geef hem aan mij. Nee, geef hem aan mij. Nee, nee. Nee, kak. Oh, ik heb hem. Yes, waar ben je? Daar. Yes, ik had hem. Oh, kak. Waar ben je? Achter mij. Nee. Yes. Hier met die bal. Kak. We zijn er met z'n tweeën aan het vechten. Waar is die andere heen? Ik vind de oriëntatie echt een dingetje. Haha, dat is mijn schuld. Lekker voor je. Oké, rood. Rood, waar ben je? Geef me een rood figuurtje. Oh, er komt de trein aan. Oeh, daar is iemand. Oh, we hebben gewonnen! Hey! Lekker. Nou is het gelijk. Nu wordt de volgende match wordt dus echt de bepalende wedstrijd. Oké. Final round. Daarboven wordt al gevochten. Gold team takes the lead. Oh, waar was hij? Hier. Oh, kak. Ik kreeg het zeg maar. Nou, nee, nee. Ja, voor mij. Nee! Godzakken. Nee! Pak mij als bal. We staan wel voor... Oh nee, we staan gelijk weer. Nou, dit was een slagveld waar ik echt 0,0 aan heb bijgedragen. Ja, je bombal gaat af. Gooi hem. Hé, hoezo heb ik opeens een bal? Oeh, hij sprong weg. Hoppatee, bal voor je bakkes. Lekker dan. Was het toch nog een rode? Ja, daar. Oeh, kak. Kak. Oh, dit wordt een moeilijk potje. We gaan de hele tijd gelijk. Waar is iedereen? Daar ergens. Oh ja, ik zie ze al daar verder. Oeh. Wat deed die? Oh, die had zo'n bombal in zijn hand zeker. Oh nee, ik ben geraakt. Nou. Oh, ik heb hem. Oh, hij heeft hem ook. Je moet zoveel controles hiervoor vasthouden. Dat is echt niet te doen. After me.
laatste mee. Oh, oh nee, daar hebben we daar nog een rode. Maar die springt er daar af. Haha, ik had hem. Kom maar, kom maar. Kak, ik wilde hem vangen. Ik wilde hem vangen. Maar we hoeven er toch nog maar één. Dus het kan even die andere wel even fixen voor me. Oké. Okay. Nee. Nee, kak. Zo voor nummer twee. Oké. Okay. We pakken deze. En dan... Yes! Oh, kak. Hij had nog een leven. Yes! We hebben hem alsnog. Woep, woep. Heerlijk. Oh, kijk die middelste in dat badje. Hup, puntjes erbij. Oeh, ik heb 7 eliminaties gedaan. Heatwave tickets, dank u wel. Geen idee wat je mee kan, want dat zal vast wel nieuw zijn. Oh, ik heb ook nog een achievement gehaald. En we gaan een level omhoog. Nou, dat kapsel hoef ik niet hoor. Een beetje omhoog houden. Oké, okay. Kijk. Nou, dit is dus mijn poppetje op dit moment. Ik kon volgens mij 3 standaard poppetjes maken. Dan kan ik ook dus nog wisselen tussen die uiterlijken. En uiteraard een hartje op het rug, hè. We zijn Team Puls. Ik zit in de Pulsies team. In de Pulsies crew. Hier heet het een crew. Maar we gaan weer beginnen. 3, 2, 1. We hebben een match. Oké. Ik speel Knockout City, Quinty. Dat is trefbal. Dat is een spel van EA wat je volgens mij voor computer hebt, maar ook voor Switch en voor consoles. En ik ben er nog wel heel erg noeperig in hoor, dus verwacht niet al te veel fantastische heldacties. Oh deze, hier kan je naar beneden donderen. Wat krijgen we? De moonball. Oké, okay, energy rehab, energy smoke en zarpy down. Nou die twee energies worden sowieso bij elkaar. En wij hebben Marzone, Toby Bobby en moi. Ben ik weer blauw team? Ik ben weer blauw team. Die anderen hebben hun spel sneller geladen dan ik. Oh, ik heb iemand vast. Ah nee, ik probeerde ze te vangen, verdorie. Dit gaat niet goed, ze hebben in no time al 2 punten. Waar ben ik nou weer? Dit vind ik ook irritant aan het spel, hè. Dat je hebt niet... Zoals met Splatoon, als je afgaat, heb je 1 basis. En als je dan afgaat, dan kom je terug op die basis. Maar hier kom je telkens op een andere plek. Lekker voor je. Oké, waar is de rest? Oh, hier ligt... Oeh, hier ligt de moonball. Ik zag daar iemand over. Ja, alsjeblieft. Oh, kak. Nee, 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 niet in het gat. Niet in het gat. Ik ben zeker van... Je kan me gewoon zoeken. Ik heet Kim Puls in het spel. Waar ben ik? Daar is iedereen. Nee, ik red het net niet. Nee! Waar ben ik? Daar ben ik. Waar is... Oh, daar. Ik denk dat ik maar gewoon veilig via de brug ga. Want, kijken. Oh, die moest ik hebben net. Oh, daar is iemand.
Oh, kak, die heeft een bal. En die heeft ook een bal. Oh, ik zet er 3 rode ook echt. Nou, kom maar. Oh, we hebben verloren. Nee. Nou, als het zo ging als net, toen had ik ook de eerste verloren en daar de 2 keer achter elkaar gewonnen, vind ik prima. Oké. Ja, die heeft de bal weer te pakken. Kijk, oh, dat was die, ja. Oh, oh! Wat gebeurt er daar? Wat doe je bombal toch niet meer? Ja, waarschijnlijk hebben sommigen, die hebben natuurlijk lekker flink lopen spelen. Die hebben allerlei beloningen en zo, die ik niet heb. Kan ik vanaf daar diegene raken? Nee, kak. Moet ik omlopen. En het ding is, ik heb hem nu geladen in mijn hand. Als ik hem loslaat, gooi ik hem weg. Maar als ik zo'n bal aan het laden ben, dan loop ik ook super traag. Ja, dat heb ik nog gevonden. Oh, niet in het gat, niet in het gat. Nee! Jeetje, mina. Die ijsjes die op een map kan je verzamelen voor het event. Ah. Hup, ijsje. Lekker hoor. Blue team is fallen way behind. Ja, ik weet het. Oh, ik heb een assist gedaan. Nou! Frustrerend dit. Heerlijk. Oh, die was niet van mij. Nee, ik had hem. Verdorie. Nou. Dit gaat niet goed. We gaan hem verliezen. We gaan echt niet van 9-3 terugkomen. Oh, wat gebeurde daar? Dat ging helemaal lekker. Doe ik het weer? Ik wil sneller. Waar is die rode daar? Hier, bal op je bakkers. En we hebben verloren. Jammer, jammer. Ja, die 2 energy die zijn goed. Dat vrouwtje heeft mij al een paar keer gepakt, joh. Oké. Ja, ik verdien nou een stuk minder XP, dat is niet zo leuk. Oh, weer 2. Die 2 tickets erbij. Hoppatee. Charged high five. En ik heb 20 ballen gegooid. Oh, toch wel een level omhoog. Dat is mooi. Oh. En we gaan meteen door naar level 6. Een rare face. Slice and dice. Oké. Even kijken. X. Ik had toch ergens een verzoek? Oh, hier. Ik neem aan dat jij dit bent, Cubido. Kijk, oh, je bent erbij. Oh, dan kan ik dus nu gewoon op het minnetje drukken. Even kijken of alle settings ook kloppen. Voice chat off, ja.
Oké, dan is dat goed. Ja, play. Street play. Gaan we. Jurassic Shark. Oh, er zit een hele banner bij. En Kekster en Biostalker en Mekko 300 en Vlamme 39. Heb ik deze baan ook volgens mij al een keer gehad, ja. De sniperbal. Oké. Het gouden team. Dus dan zit ik weer in het blauwe team, ja. Op die stoeltjes, lekker chill zo. Joehoe. En Sharkshin, dankjewel voor het volgen. Ik heb meteen iemand vast. Ik heb nog niet eens wat gedaan. Oh, kak, weggezien. Waar. Nee! Ja, span nou maar. Dan kan ik door. Ja, daar. Ik weet niet hoe ik dat deed, maar oké. Een huisje. Blue team takes the lead. Oh, wat? Oh, daar. It's all tied up. Doei. Blue team takes the lead. Ik had hem, kak. Nee! God. Ja, het is zeker een leuk spel, maar het is ook frustrerend als het niet lukt. Het is heerlijk om mensen te pakken, maar als ze jou pakken, dan denk ik, kakzooi. Vooral ook omdat het gezichtsveld, daar heb ik het moeite mee. Ik zie alleen dit. Ik zie niet dit. Dus er kan iemand naast me staan en mij op mij richten. En dan heb ik het gewoon totaal niet door. Totdat die bal in je bakkers komt. Hé, hey, ijsje, kom maar ijsje. Dat is geen ijsje. Geef mij de bal. Oh, we hebben al gewonnen. Hé. Hey. Round two. Oh, je mag zelf ook schieten hoor, want... Kijk. Oh. Nee! Schiet vooral ook zelf. Het gaat niet altijd goed als het aan mij... afhangt. Oké, ga ik dit nog een keer proberen of ik dit net deed? Nee. Het kon ik vliegen. Hoe deed ik dat? Oef, daar. Waar? Oh. Oeh, ik heb meteen erin. Waar? Dory, dan gaan ze achter zo'n paal staan. Nee. Hey, ik wilde hem pakken. Ik wilde hem vangen. Dat is ook altijd mijn probleem geweest met gym, hè, op school. Om die ballen dan te vangen. Ik probeer dus altijd liever te ontwijken. Misschien dat die trefbaltrauma's toch maar weer omhoog komen. Het grappige is ook is dat ik... meestal niet van de shooters ben of zo. Ah! Oh, open sniperbal.
Hey, ik probeer dit te vangen, ja. Oké, okay, ik snap niet hoe ze dat laser gebeuren doen. Is dat een update of zo gekomen? IJsje. Hoppatee, lekker. Oh, kak, ik draai te hard. Ja, hallo. Ga dan niet achter die muur staan, joh. Wat is dat gegil? En net ging het zo lekker. Oké, okay, gelijke stand. De volgende wordt hem. Die moeten we gewoon halen. Oh, de enemy heeft zo'n geel emote. Ah, oké. Okay. Oh jee. Incoming! Oh nee, ik word gespot. Hey, shit. Lekker. Hallo. Ja. Dikke pro's hier ook. Blue team takes the lead. En een ijsje. Ja, Dory. Hoeveel treffers ik dit keer heb. Volgens mij een stuk minder dan 7. De vorige had ik er 7. Glory. Ja, kom dan, die bal. Ah! En ik druk echt die knop in. Ik ben gewoon niet snel genoeg. Knop indrukken. Blue team is fallen way behind. Gold team needs to win the match. Jammer, jammer, jammer. Ja, die er zit inderdaad eentje echt iets heel goed. Biostalker 01. Kijk hem lachen dan. Kijk hem lachen. Oké. Okay. Toch nog één ronde gewonnen. Dus ik krijg toch nog... Oh, toch nog 5 mensen uitgeschakeld. Hey Brenda. Gefeliciteerd nog, hè. Veel plezier ermee. Kun je nog een maand extra die emotes gebruiken. Ja, match found. We gaan weer. Moet ik nog ergens op klikken? Nee, toch? Oh, we moeten weer wachten op spelers. Ja. 3, 2, 1. Well
Oh, deze. Ja, die heb ik ook een keer gehad dan. Concussion yard. Een cageball. Oké, die eerste Naxus, EU, Goldberg en nog iemand. We zijn met z'n tweeën. Oh nee. Oh, er is wel iemand bijgekomen. Oh. Team KO. Round 1. IJsje. Blue team takes the lead. Snugger. Bal, bal, bal. Oké, daar. Hey, hallo. Ja. Yeah. Oké, okay, niet allemaal van 500 kanten komen alsjeblieft. dit is wel een lastige baan, omdat je niet alleen tegenstanders hebt die van alle kanten kunnen komen, maar ook er is allerlei voorwerpen die hier bewegen. Nee, ik had hem. Ik wilde hem vangen. Blue team takes the lead. Oké. Okay. Dit vind ik leuk als je meteen een bal krijgt. Kunnen we nog een rijtje bij? Waar is de tegenpartij? Oh. Oh, ik ben een bal! Ik ben een bal! Jongens, er wordt me wel gegooid. Ja, dat is ook een ding. Als je een bal bent, op deze baan moet je daar... Nee, 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 nee. Kijk, nee, kijk, nee, nee, wacht, weg. Als de tegenpartij je te pakken krijgt als bal, dan kunnen ze je ook gewoon van het veld afgooien. Dan hebben ze je ook gekild. Dat is zo kak. Koud geslagen, heerlijk. Waar, daar. Oh, hij was zonder koud. Oh. Thanks voor die ballen. Nou snap ik ook de hele tijd waarom ik opeens een bal in mijn hand heb. Ja, hallo. Oh, nee, 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 nee. Nee, je gaat niet met me gooien. Nee, 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 nee. Heerlijk. Waar is iemand? Waar is... Oh, ik zie daarachter, maar ik kan er niet bij. Ik wil eigenlijk nog weten... Oh, kak. Godzakkes. Eigenlijk nog weten als je een bal al hebt ingedrukt om hem te laden, of je hem ook weer kan loslaten zonder dat je meteen weggooit. Wat een chaos. Oh, kijk, we hebben al gewonnen. Ik wou zeggen, we staan wel dik voor. Hoppatee. Met shift kan je loslaten. Ja, ik speel op Switch. Round 2. Oh, oh, oh. Hier, ga maar vast daarheen. Oh, nee, 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 nee. Blue team takes the lead. Bal, ik wil hem al. Hey, thanks. Hey, Nexus is knockout. Volgens mij liggen hier ook al ballen. Waar?
Er wordt met mij gegooid om een tegenpartij knock-out te krijgen. Dit is prachtig. Oh, dat is dus wat die cageball dus blijkbaar elke keer doet. Ja, gevangen. Oh, het is een ijsje nu. Ze lopen helemaal daar ver achter. Niet in. Oh. Ik wilde eruit stappen. Maar we staan voor. 8-2. Is het een bal? Nee, dat is niet ver. Dit is wel een bal. Voor mij. Waar is iedereen daar? Hallo. Kom even lekker niet van achter of zo. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Ik ben kwijt. Hey. Hoppatee! Gewonnen! En Onorevole Josh was de MVP. Kijk, 100, nog 100, 50, 40, 8 eliminaties! Vind ik echt leuk, hè? Dat je allerlei dingen kan sparen en zo. Oké, ik doe er nog één. Ik ga er nog eentje doen. Kom maar op met die matchmaking. Ik zit zo dicht bij level 7, ga ik niet nu stoppen. Dit is echt een spel dat je denkt, ah, nog eentje. Ah, nog eentje. Oké, okay. Er is een match gevonden. Ah, er mag nog één iemand bij. Don't bother adjusting your dial. Jukebox Junction. Airwaves to blast this hot tune straight to your eardrums. Oh, die bom alweer. Mecco Alfa Romeo en oh, Biostalker zit er weer bij. Nee. Nou, dit wordt wat. Team KO. Round 1. Zo, ik hoor van boven allemaal het geluid. It's all tied up. Waar was hij? Hij was daar. Ah, kijk, top. Blue team takes the lead. Die sprintklok werkt echt goed. Nee. Ah, het ging net achter het muurtje. Nee, nee, die bal wilde ik pakken. Het voelt extra naar als je net een bal wil afschieten en dat iemand je dan pakt. Dat is echt een soort van extra frustratiemomentje. Oh, daar hebben we die bio weer hoor. Die bio is frustrerend goed. Ik wil een bal. Ik heb mijn bal.
allemaal. Nee! Misschien had het toch gewoon bij de vorige moeten stoppen. Oh, ik ben weer ergens anders. Hier is de trein. Ik zie een bal. Ja, hallo. Net gaan schieten en dan krijg je een bal op je bakkers. Oh, ik ga met jou gooien. Waar is iemand? Oh, ik zie die. Oh ja, moet je hier weer zijn. Oh, ik sprong voor een trein. Oh, wat stom. Hashtag noob. Oké. Okay. Ik zou gewoon één keer, wel die bio huppelpup willen grijpen. Gewoon uit wraak. Ja, hallo. Nou, schiet op met dat respawn. Ik wil terug. Heb die wel. Ja? Oh, kak. Oh, wacht. Oh, hij is al weg. Kak, kak, waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Daar. Ik wil ook van die trucjes kunnen. Nee, ik pakte een verdorie. Heel gefocust op die ene bal. En dat je die andere dan niet ziet aankomen. Terwijl het zo overduidelijk in mijn gezichtsveld was. Waar hoor ik geluid? Waar zijn jullie? Ja, hallo. Ja, ik had hem. Haha. Ja, godzak. Jammer. Ach ja. Was leuk om dit weer even te spelen. Ik wil dit wel echt... Dit is de eerste keer dat ik het nu stream. Maar ik wil dit wel vaker gaan streamen. Goeie game alsnog. Ja, dat is een beetje jammer van deze, maar die vorige die was echt heel nice. En als het goed is, toch nog een level omhoog. Heatwave tickets erbij. Kijk, level 7. Die bio dude zat te zweten. Oh, wat heb ik nou? Zo'n chip dingetje of zo. Helemaal top. Oké. Okay. Oké. Leave group. Yes. Zo. Nou, dit is dus voor de mensen die me een tijdje volgen en dit spel dus totaal niet kennen. Dit is dus Knockout City. Ook van EA.
is, wat is het, een maand of twee geleden uitgekomen. En dat heb je dus voor de computer, dat heb je voor consoles. Ja, ik heb het toen bij Jessie een keer meegedaan. En ik heb offline wel eens een paar keer gespeeld. Maar dit was echt de eerste keer op stream. Kunnen jullie zien hoe noeperig ik in dit soort dingen ben. Maar ik vond het leuk. En het is zeker een spel wat je ook even lekker makkelijk opstart. Dus wie weet dat ik het vaker ga doen op stream. Ja, ja. Bedankt voor het kijken. Tot een volgende keer. En alle nieuwe volgers natuurlijk nog welkom en dankjewel. En eerder Björn, laat nog even weten welk kleur vlaggetje je wil. Want je hebt je subje verlengd. En het raidje die ik binnenkreeg eerder vandaag. Een giga kaktjebar, ook dankjewel. Tot een volgende keer.